Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Opman El Hamouchi. Auteur van diverse boeken en uh, zeker een uh, hele speciale figuur wat betreft met zijn kennis en mening over democratie en over hoe minderheden in ons land uh, behandeld moeten worden. En uh, ik heb hem uitgenodigd om een gesprek te hebben over het belang van democratie. Want dat is toch wel heel belangrijk hoe we daarmee in onze maatschappij omgaan. Goedemorgen opman. Goedemorgen. Als we even hebben over jou, dan is het misschien interessant dat onze luisteraars jou wat beter leren kennen en dat je even vertelt wie je bent en uh, wat jouw achtergrond is. Um, ik ben auteur um, die zich um, regelmatig mengt in het publieke debat. Um, ik, ben, um, ik ben afkomstig van Vilvoorde, um, de mooiste stad van Vlaanderen. En. Um, van achtergrond, met mijn ouders zijn afkomstig uit Marokko en uh, mijn, ik ben uh, 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 islamitisch van, uh, van overtuiging. Voilà. We hebben het in de inleiding al gezegd, je hecht heel veel belang aan democratie en in publieke debatten ga je daar vaak op in. Je bent ook heel actief op Twitter en reage je reageert daar heel vaak op. Waarom is democratie voor jou zo belangrijk om daar uh, zulke duidelijke standpunten over in te nemen? Omdat ik denk dat uh, wat wij vandaag zien in Europa uh, een, een nieuwe ontsporing is van, uh, van, uh, van de democratie en van, uh, van de politiek. En uh, ik denk dat de oorzaak daarvan is dat er een aantal structurele. Uh, zwakheden zitten in onze uh, huidige democratische uh, organisatievorm. En uh, dat indien deze niet uh, verholpen worden uh, binnen een redelijk termijn, dat, uh, dat we toch afstevenen op, uh, op, een, uh, op een situatie die, um, die helemaal niet positief is. Uh, um, we zien dus ja, overal in Europa uh, halen Politieke bewegingen en partijen die uh, uh, volgens mij uh, uh, gevaarlijk zijn en, uh, en, uh, en uh, een achterlijke ideologie hebben, uh, enorm hoge scores. En um, ik denk dat die situatie toch um, sterk te vergelijken valt met, uh, met het interbellum. Uh, toen dat. Uh, toen dat uh, toen dat er instabiliteit heerst in Europa en toen de sociale vrede uh, op instorten stond. En, uh, en het resultaat daarvan kennen wij allemaal. Um, en dus uh, hoop ik dat we dat uh, deze keer kunnen vermijden. Dus daarom, uh, daarom vind ik het heel belangrijk om het te hebben over democratie en democratische hervorming. Vind je dan democratie op zich niet een van de beste staatsvormen? Of uh, zeg je van nee, er zijn betere staatsvormen dan democratie zelf? Democratie is een, uh, is een uh, enorm meerduidige term. He, dus je ziet, uh, als je bijvoorbeeld het publieke debat neemt, dan zie je dat uh, enerzijds het woord democratie gebruikt wordt om te pleiten voor uh, uh, regeringsdeelname van uh, extreemrechtse partijen die. Goed scoren bij de verkiezingen. Dat, is, dat zou dan democratisch zijn. Anderzijds wordt democratie juist ingeroepen om te vermijden dat die partijen deelname hebben. Dus dan wordt er gezegd dat partij X ondemocratisch is. En dus dan zie je dat er een meerduidigheid bestaat. Democratie wordt zowel gebruikt om, om, om ja, volkssoevereiniteit of. Um, 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 Volksparticipatie aan te duiden, als, als om een, een systeem van waarden en normen aan te duiden die uh, gestoeld zijn op vrijheid en gelijkheid en die dan bedreigd kunnen worden. Um, in de eerste zin uh, van het woord, uh, dus in de zin van uh, volkssoevereiniteit of volksparticipatie, denk ik dat, uh, dat wij in zekere zin leiden aan een democratisch dogma. We leiden aan het dogma dat als de bevolking iets wil, uh, dat, uh, dat dat dus politiek gerealiseerd moet worden, onafhankelijk van hoe idioot of hoe immoreel dat, uh, dat, dat is. Um, um, en ik denk dat dat uh, volkomen verkeerd is als de uh, bedoel uh, um, ja, 80, 70 à 80 procent van de bevolking in Rusland is voorstander van de achterlijke discriminatorische anti-LHBT-wetten die daar, die daar heersen. Ik vind dat het niet hoort uit te maken hoeveel procent van de bevolking anti-LHBT is. Uh, die mensen hebben rechten, die mensen hebben uh, het recht om uh, hun leven naar eigen inzien in vrijheid te leiden, wat anderen daar ook van mogen vinden. En, uh, en, en dat recht wordt niet op een of andere manier ingetrokken of afgeschaft, omdat een bepaald percentage van de bevolking een hekel aan hem heeft. Een mutatis mutandis geldt dat ook in België, gaat dat ook in Vlaanderen. Het kan mij persoonlijk helemaal niet schelen welk percentage van de bevolking vindt dat de islam een gevaarlijk. Uh, onderontwikkelde, achterlijke religie is. Dat is allemaal heel goed, dat mag je allemaal in je, in je hoofd vinden, maar dat zou geen enkele invloed mogen hebben op de politiek en al zeker geen enkele invloed hebben op mijn private leven en de private levens van moslims. Dus in die zin denk ik dat dat dogma, van dat democratische dogma, het dogma van de volkssoevereiniteit, van de, de, de overdreven volksparticipatie, een, een, een reëel gevaar vormt voor... De sociale vrede en voor het welzijn en de rechten van minderheden. En, 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 en democratie in die zin um, werd ook destijds, uh, in de jaren 20, 30 en ook tijdens de oorlog, erkend als een gevaar. Um, als we bijvoorbeeld een, een grote auteur als Raymond Aron lezen, uh, de grote Franse conservatief, die uh, tijdens de oorlog actief uh, was in het, uh, in het verzet, dan karakteriseert hij. Uh, het nationaal socialisme en nazi Duitsland als een democratie autoritair en plebiscitair. En hij zegt uh, hij schrijft dat in een, in een boekje, een, eigenlijk een, een lang artikel genaamd um, uh, een revolution anti-proletarienne, waarin hij uit, uitlegt hoe volgens hem het nationaal socialisme in elkaar zit. Hij zegt, ik krijg, ik, veel mensen zullen mij kwalijk nemen dat ik die organisatie voor democratisch noem, maar inderdaad uh, je ziet dat uh, ja, Nazi-Duitsland en het fascisme in het algemeen eigenlijk streefden naar een vorm van meer directe uh, volksparticipatie. En, uh, um, en men weet uh, waar dat uh, in is uitgemond. Dus wat jij eigenlijk zegt is, ja oké, okay, een democratie op zich, de stem van het volk laten klinken, is een goede zaak, maar de democratie op zichzelf heeft het gevaar dat op een geheel democratische wijze de democratie kan omvergeworpen worden, of dat binnen een democratie immorele waarden kunnen naar voren gebracht worden, omdat een, uh, een, een bepaalde grote groep, een meerderheid dan, die immorele waarden naar voren gaat. Mijn punt is dat democratie grenzen heeft. Um, democratie om te beslissen hoe dat de treinen gerund worden, of hoe dat, uh, weet ik veel, hoe dat, hoeveel wegen dat er gebouwd moeten worden, hoe dat, uh, uh, ja, dat watervoorziening geregeld moet, daar heb ik helemaal niks op tegen, maar uh, wanneer dat democratie, um, wanneer dat, of laten we zeggen dat een bepaalde interpretatie, een bepaalde vorm, of een bepaalde in, uh, Visie op democratie ertoe leidt dat uh, de volkswil tussen aanhalingstekens um, zich gaat bemoeien met de private levens van mensen, dan denk ik dat je, uh, dat je de grenzen van democratie hebt bereikt. Ik, ik, ik aanvaard niet dat uh, ja, de meerderheid het recht heeft om zich te bemoeien met wat ik in mijn private leven doe. Dat aanvaard ik niet. Uh, dus democratie uh, moet altijd onderworpen zijn aan individuele vrijheden en individuele uh, individuele rechten. Um, um maar ga je dan ook niet het gevaar brengen dat wanneer je zegt dat een democratie ja, ergens ook zijn grenzen eh, heeft, en ik kan je daar nog heel goed in volgen, als je dat, dat beschrijft op die morele en immorele grenzen waar een democratie kan opstoten, ja, wanneer je grenzen stelt aan iets, dan moet je ook een bewaker hebben om die grenzen te controleren. Wie moet dan de bewaker van de democratie worden volgens jou? Nee, daar ben ik het dus niet mee eens. Um, uh, je, 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 kan een, uh, je kan een democratisch staatsbestel op dusdanige wijze hervormen dat er sprake is van voldoende machtsverdeling, dat er sprake is van vo voldoende beperkingen en uh, uh, balanceringen van de macht, dat. Uh, zonder dat er een bewaker nodig is, zonder dat, weet ik veel, zoals in Duitsland, een rechter beslist, deze partij mag niet deelnemen aan de verkiezingen verder, dat er toch um, een, een adequate bescherming is van uh, individuele rechten. Als we bijvoorbeeld kijken naar het stelsel dat men in Engeland heeft. <coughs> um, in Engeland was er een uh, algemene verkiezing, wat ze noemen General Election, dus parlementsverkiezing in 2015, Um, waaraan de extreemrechtse partij UKIP deelnam. Nu, UKIP in vergelijking met extreemrechts in Vlaanderen is <laughs> nogal klein bier. Uh, om het zo te zeggen. De, zij, ze, ze zijn, ja, fijn, ik, ik vind ze natuurlijk uh, niet, niet uh, positief, maar uh, ze zijn helemaal niet zo extreem als ons extreemrechts. Maar goed, dus zij namen deel aan de parlementsverkiezingen en ze haalden 10% van de uh, popular vote, hè, van, de, van de stemmen. En dat heeft zich vertaald in nul zetels in het parlement. Omdat Groot-Brittannië een kiesstelsel heeft dat first past the post heet, in het Nederlands het meerderheidsstelsel. Uh, waarbij dat, uh, er kleine kieskringen zijn, kleine kiesdistricten. En um, uh, in elk district volstaat een zo zogenaamde relatieve meerderheid om, om verkozen te raken. Dus als de. Uh, conservatieve kandidaat, uh, dus van de Conservative Party van de Tories, 20% haalt en de UKIP-kandidaat 10% en al de rest haalt minder dan 10%, dan wint de conservatieve kandidaat. En dat zorgt ervoor dat in de praktijk uh, extreme partijen, achterlijke partijen, altijd worden weggevaagd tijdens de verkiezingen, ongeacht uh, hoe populair ze zijn bij de bevolking. Dat is, dat is een heel mooie uh, uh, Grendel uh, op, op de democratie, een heel mooie beperking op de democratie, vind ik persoonlijk. Als wij in België of in Vlaanderen een meerderheidsstelsel zouden hebben, dan zou, voor zover ik kan zien, Vlaam zo lang niet meer bestaan. Als we gaan kijken naar de, kies, uh, uh, naar de kieskantons uh, vandaag in, 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 in België, dan heb je dat in elk kieskanton. Enfin, toch bij de vorige verkiezingen NVA groter was dan Vlaams Belang en als er dan verkiezingen zouden worden gehouden volgens FTP eh, eh, first past the post FPTP dan eh, zou je hebben dat alle mensen die centrum of links zijn allemaal op de NVA kandidaat zullen stemmen waardoor dat ze een meerderheid halen van relatieve meerderheid groter dan, 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 dan Vlaams Belang dus dan zou je hebben dat, dat belang overal weggevaagd wordt en we een MVA krijgen die, 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 dat veel gematigder is, omdat ze uh, allerlei meer gematigde kiezers nodig heeft om, uh, om te winnen. Dus dat is één uh, hervorming. Uh, andere hervorming, opnieuw naar het Engelse model, is een onverkozen hogerhuis met een zekere bevoegdheid. Die, die gebalanceerd moet worden. Ik, 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 uh, ik zou bijvoorbeeld voorstellen dat uh, de Senaat het recht krijgt om wetgeving terug te sturen naar de Kamer met de eis dat het door een drie-vijfde meerderheid wordt, uh, wordt uh, goedgekeurd in plaats van een, een gewone meerderheid. Uh, dat, is, uh, hè, dat is opnieuw een zekere grendel op de democratie. Um, ja, andere zaken, ik, bedoel, ik zou heel lang kunnen doorgaan, maar een, andere een ander belangrijk aspect is een evenwaardige gerechtelijke macht. Um, eh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten, uh, die ondanks al hun uh, sociale problemen en uh, andere problemen uh, toch een van de meest vrije landen zijn op vlak van levensstijl en op vlak van godsdienstvrijheid dan zie je dat de gerechtelijke macht in de Verenigde Staten een volwaardige derde macht is, een volwaardige deel uitmaakt van het, het staatsbestel in tegenstelling tot België, waar dat eigenlijk nooit echt Deel heeft uitgemaakt van de politieke cultuur of van de grondwet dat de gerechtelijke macht echt een, ingericht is als een, als, een, als een tegengewicht tegen de, de uitvoerende. Eh, er is natuurlijk uh, in de, de geesten van de, het soort liberalen die, die verantwoordelijk zijn voor de Stichting van België, was er natuurlijk wel een idee van scheiding der machten, maar het is nooit zo duidelijk afgeleid geweest als in de Verenigde Staten. Als wij en. Eh, kijk bijvoorbeeld in België hebben we bijvoorbeeld die, 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 die vreselijke. Uh, scheiding tussen de Raad van State en het Grondwettelijk Hof, waardoor dat je, als je, je als burger je individuele burgerrechten wilt gaan juridisch gaan afdwingen, ja, zit je dan met de hele problematiek, wie is er daarvoor bevoegd? Hè? Uh, voor, de, uh, voor de hele hoofddoekenzaak, waar ik uh, heel veel om geef, is men uh, dus eerst naar de Raad van State gegaan. De Raad van State heeft, zich dan, oh, uh, heeft dan gezegd dat, uh, dat het, niet, dat het uh, niet in staat is om uh, om uh, de administratieve handeling van het go als geheel te, te vernietigen, maar alleen die van individuele scholen. Men is dan naar het grondwettelijk hof gegaan. Het grondwettelijk Hof heeft gezegd: de inrichtende macht heeft de bevoegdheid om een neutraliteitsbeginsel zogenaamd in te stellen, maar um, uh, de, de controle of dat, dat overeenstemt met de individuele godsdienstvrijheid in Specifieke gevallen, in het geval van specifieke scholen, is iets wat de Raad van State moet controleren. Dus dan heb je dat spelletje waarbij bevoegdheden uh, ja, worden afgeleind en zo verder en je als burger in de kou blijft staan. Terwijl in de Verenigde Staten ga je in de rechtbank van de eerste aanleg, rechtbank van de tweede aanleg en. Dan naar de Supreme Court. En de Supreme Court is voor alles bevoegd. Er is geen idee van de Raad van de State. Het is een heel Napoleontisch. Uh, uh, dat, is een, dat is eigenlijk het Napoleontische systeem dat wij hier hebben. Uh, dus dat zijn een aantal zaken die je kan doen om de democratie zodanig te hervormen dat ze, um, dat ze geen bedreiging meer kan vormen voor de individuele vrijheid. Uh, laat mij daar nog aan toevoegen dat uh, ons idee van. Dus als je, als je het hebt over het bestel minder democratisch maken. Het antwoord dat je dan heel vaak krijgt vanuit mensen die zich daar niet met dit soort uh, ja, politiek-filosofische kwesties bezig houden is, ah, maar je wilt een dictatuur instellen. En die houding is begrijpelijk als men naar... Uh, als men uh, beschouwt hoe dat de geschiedenis van de 20e eeuw eigenlijk uh, wordt voorgesteld. Men, men stelt... Um, men stelt de fascisten en de nazis voor als tegenstanders van de democratie. Eigenlijk is het veel correcter om te zeggen dat ze tegenstanders waren van het parlementarisme. En je kan een groot voorstander zijn van parlementarisme, zonder noodzakelijk een voorstander te zijn van overdreven democratie. We hadden parlementen, en de parlementen waren veel beter in mijn ogen uh, qua competentie. Uh, voordat het algemeen stemrecht bestond in Europa. Parlementen bestaan al van de 19e eeuw. Algemeen stemrecht is in de meeste gevallen iets van de late 19e eeuw. of zelfs uh, de, na de Eerste Wereldoorlog. toen men uh, met het idee kwam dat iedereen die gevochten had voor het vaderland. een stemvertiende enzovoort. Dus uh, uh, dat is een van de grote misvattingen in de publieke cultuur. is dat het, een parlement hebben en, en heel democratisch zijn. hetzelfde is, dat klopt, langs geen kanten. Maar voor alle duidelijkheid, het is niet dat je ijvert om de democratie op een zodanige manier te gaan hervormen, dat uh, bepaalde groepen worden uitgesloten van het recht om hun stem uit te brengen. Ik um... <laughs> zou hier uh, Charles Wooster kunnen citeren: Le suffrage universel, c'est la bêtise au pouvoir. Maar uh, ik denk dat uh, wat. Um... Heel, heel belangrijk hier is om, 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 uh, om op te merken, uh, is wat veel heeft gezegd. Tocqueville had het over de onstuitbare mars van de gelijkheid. Um, het is vandaag helemaal niet haalbaar om inderdaad. Stemrecht te gaan afpakken van mensen die uh, ja, niet aan een bepaalde cents, niet aan een bepaalde belasting geraken of die geen vrij beroep uitoefenen of die geen diploma hebben. Mensen hebben het voorgesteld. Uh, bijvoorbeeld een, een econoom die, die ik heel graag heb: uh, haar naam is Dan Bizamoio, uh, is een top econoom, uh, heeft een uh, uh, tijd lang bij Goldman enzovoort gewerkt. Uh, als ik me niet vrees heeft in, in een interessant boek genaamd Edge of Chaos voorgesteld om uh, inderdaad stemrecht uh, te verbinden aan uh, diploma's of aan, het, uh, aan een bepaalde stemtoets. Ik heb dat ooit eens voorgesteld uh, in de krant en de reactie was zodanig vurig dat ik meteen de, de kracht van veel opmerkingen zag. Inderdaad, dat is iets wat je niet meer kan maken omdat mensen een zekere hartstocht hebben voor gelijkheid en... Uh, de, uh, zulke zaken zien als in strijd met de gelijkheid enzovoort. En je kan, je, kan, je kan dat niet uit het hoofd praten. Persoonlijk vind ik vrijheid veel belangrijker dan gelijkheid. Als, 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 de, als ik een garantie kon hebben dat, uh, dat de staat mij gerust zou laten om mijn leven te leiden zoals ik dat wens, zonder die voortdurende bemoeienis, dan zou ik er persoonlijk helemaal geen probleem mee hebben om mijn stemrecht op te geven. Integendeel. Uh, maar. Goed, we zitten nu in de situatie waarin we zitten, waarin dat, uh, dat mensen dat heel belangrijk achten. Dus ik denk niet dat het haalbaar is om, dat, um, om inderdaad stemrechten gaan afpakken op basis van een aantal uh, objectieve criteria. En daarom is het juist zo belangrijk om ja, andere grendels te hebben om de democratie ja, binnen bepaalde perken te houden. Je hebt het heel vaak over die individuele vrijheden, maar een maatschappij moet toch ook iedere vrijheid gaan uh, ja, ergens controleren of beteugelen. Want er is het hele eenvoudige principe dat de vrijheid van de ene stopt waar dat die van een ander begint. Mm -hmm. Dus ook in je individuele vrijheden ja, liggen er toch ook grenzen en zal ook binnen een gecorrigeerd democratisch bestel er... Bepaalde wetgeving zijn die die vrijheden gaat regelen. Ja, wel, de, ik denk dat in, in die context de beste garantie op een, een sterke vrijheidscultuur is dat uh, vrijheid slechts beperkt wordt volgens het schadebeginsel. De enige beperking van vrijheid moet zijn uh, om het welzijn en de vrijheid van andere mensen. Te, te beschermen. Als mijn handelingen schade berokkenen aan derden, dan is, is het legitiem voor de staat om te interveneren. Op geen enkel ander punt kan er sprake zijn van legitieme staatsinterventie. Dat is, uh, dat is het uh, principe dat Mil um, op heel uh, beroemde wijze heeft, uh, heeft geïntroduceerd. Um, en dus in zekere zin ben ik uh, geen groot voorstander van het Belgische en, en ook het Europese systeem, waarbij men het heeft over verschillende vrijheden. Je hebt godsdienstvrijheid, je hebt vrijheid, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van dit, dat en zo verder. Want als je dan bij de rechtbank komt, dan zegt de rechtbank ah, maar we moeten de verschillende vrijheden tegen elkaar afwegen. En, uh, en dan is je vrijheid volkomen afhankelijk van de, de willekeurige mening van... Negen, of uh, hoeveel het is uh, mensen die in, in het Grondwettelijk Hof zetelen, of de, 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 het aantal mensen die, uh, die in het Europees Hof van de Rechten van de Mens zetelen, dat is dus complete willekeur. Uh, terwijl uh, een, 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 een simpel, uh, duidelijk beginsel als het schadebeginsel uh, is, is in dat opzicht veel beter. Dus. Uh, He, dus als we bijvoorbeeld opnieuw gaan kijken naar, uh, naar, het recht, uh, naar de, de vrijheid van godsdienst. Het recht om een hoofddoek op school te dragen. Dan uh, leest men de arresten van bijvoorbeeld het, het Grondwettelijk Hof. En wat, le wat lezen we daarin? Ah, maar er is een afweging tussen het recht op uh, godsdienstvrijheid. En het, en, 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 en het bewaken van de sociale vrede. En bla 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 bla. bla. Wel, <laughs> als je zo begint. kan je natuurlijk elke vorm van tirannie rechtvaardigen. Ik bedoel, ik kan me goed voorstellen dat. dat alles in Iran zeggen, maar goed, maar wij moeten de hoofden aan iedereen opleggen, omdat dat een manier is om, om uh, de seksualisering van de vrouw tegen te gaan, om een bepaalde vrede te bewaren. In, de... in naam van het bewaren van de sociale vrede, of wat je het ook wil noemen, kan je el elke schending van de individuele vrijheid rechtvaardigen op, op vrij eenvoudige wijze. Um, en dus. Ik moet zeggen, nee, dat, ze, ze hebben dat ook gedaan met, met, met het, het verbod op de NICAP, het zogenaamde Burka-verbod. Als je kijkt naar het arrest van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, sprak spra, spra, men over uh, um, niet pe maar iets, een, een, een term, een begrip dat, dat erop trok. Uh, um, het punt is dus dat, dat, ja, vivre ensemble, dat was, dat was het begrip dat ze gebruikte. vivre ensemble. En wel ja, in de naam van vivre ensemble kan je, kan je verbod, een zogenaamd verbod op homopropaganda, wat men nu heeft in Rusland, kan je in de naam van vivre ensemble instellen. Je kan in alles kan je als, je, als je een vivre ensemble inroept, kan je elke schending van de vrijheid rechtvaardigen. Daarom dat het opnieuw ik herhaal zo belangrijk is om te zeggen, nee, nee, er is één beginsel. Je mag alles doen zolang je derde niet schaadt. Als ik even terugga naar het, het voorgestelde of wat dat je daar voorstelde om de democratie aan te passen, dan uh Kom je natuurlijk tot een, een meerderheidssysteem, zoals je, zoals je mm -hmm. zelf beschreef? Zie je daar dan ook niet een gevaar in? Want om, in zulk systeem kan je natuurlijk een kantelpunt krijgen dat een partij die, 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 die als gevaarlijk wordt beschouwd, die extreem is, zij het nu extreem rechts of extreem links, dat die plots wel uh, met veel minder stemmen die uh, relatieve meerderheid haalt, en dus bij gevolg in één klap de grootste wordt en het voor het zeggen krijgt, is dat dan? niet het gevaar aan zulk systeem? Um, ik denk het niet, want um, um, het systeem, uh, het meerderheidsstelsel veronderstelt dat uh, uh, dat toch zeker lokaal er altijd een anti-extreme meerderheid is. En, en dat is wel iets wat ik uh, denk dat, uh, dat empirisch vaststelbaar is. Hè. Dus uh, um, je, moet, uh, je moet niet vergeten dat uh, nationale minderheden, lokale meerderheden zijn. Hè? Dus, um, um, dus, en daarom ook bijvoorbeeld dat First Past the Post ook altijd heel goed is voor minderheden. Als je kijkt naar Groot-Brittannië, uh, in Groot-Brittannië zijn partijen gedwongen om ook de bekommernissen van minderheden, uh, om zich ook de bekommernissen van minderheden aan te trekken, omdat die minderheden op veel plekken de meerderheid zijn binnen een kiesdistrict en als ze dat kiesdistrict willen moeten ze dus inderdaad de welkommers van die minderheid uh, uh, meenemen. Uh, ik denk dat er altijd lokaal of praktisch overal misschien er ergens in de Denderstreek niet, maar praktisch overal ga je hebben dat lokaal uh, er altijd een meerderheid gaat zijn, een relatieve meerderheid van uh, Mensen die anti-Vlaams belang zijn, of ja, uh, vervangt Vlaams belang door elke partij die je maar wilt. Hè. Die anti-extreem rechts zijn en die dan altijd, uh, al, de, dat is het, uh, het hele principe van uh, First Past the Post, die altijd strategisch gaan stemmen om extreem rechts buiten te houden. En het mooie, het mooie gevolg van First Past the Post is dat als ze lokaal stemmen om die buiten te houden, dat ze geen enkele zetel hebben in het parlement. Je bent op Twitter, zoals ik al zei, heel actief en eh, je bent dus heel actief ook om eh, tegen partijen die, of tegen politici die eh, volgens jou onze, onze individuele vrijheden bedreigen. Eh, Acht je dat nu echt uh, een, een gevaar waar je waar moet tegen gestreden worden? Denk je van echt mensen, we moeten hier opletten, want anders worden we morgen in een maatschappij wakker waarin we eigenlijk niet zouden willen wakker worden? Goh, maar dat is nu al het geval. Hè? Ik bedoel, uh, uh, moslims mogen uh, geen hoofddoeken dragen in, 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 in scholen, uh, uh, niet in overheidsjobs, uh, mogen niet gaan zwemmen met een, met een badpak dat het hele lichaam bedekt. Ik bedoel, dat is nu niet eens iets dat, uh, dat, uh, dat alleen vrouwen treft. Ik wil ook graag in een badpak gaan zwemmen. Ik vind, uh, ik vind het enorm ongemakkelijk om daar in een, in een zwembroek te, te staan. Dat is, dat is mijn zaak. Mijn zaak is dat, behalve die van mij. Uh, uh, mogen hun vlees niet slachten zoals uh, wij willen. Uh, maar zelfs, uh, zelfs los van uh, de, de puur religieuze zaken. Uh, onlangs werd er uh, gestemd voor een verbod op zonnebanken. Ik wil onder een zonnebank liggen, maar bemoei je toch in godsnaam met je eigen zaken? Ik snap dat dus echt niet, die, die, die compulsieve. Totalitaire neiging om u voortdurend met de privézaken van andere mensen te bemoeien als staat. Dat is toch echt een ziekte. Als ik onder een zonnebank wil gaan liggen, dan is dat niemand anders zijn zaak behalve die van mij. En dat is, het, dat is de Belgische ziekte en de Vlaamse ziekte van allerlei zaken te verbieden die, 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 die men niet leuk vindt, die waarvan men vindt dat ze... Het is zelfs in landen die relatief liberaal zijn, zoals in Nederland, hè. er was daar niet lang terug een, een debat over de legalisering van drugs, en, en het argument van, van de eerste minister, van Mark Rutte, was... Ah, maar uh, ja, dat is allemaal gore rotzooi, dat gaan we nooit, uh, nooit legaliseren. Ja, maar gore rotzooi, misschien vind jij dat gore rotzooi. Ik heb daar niks op tegen. Als je dat gore rotzooi vindt, dan moet je dat niet in je lichaam steken. Ik doe dat ook niet. En, en voilà. En, en laat andere mensen doen met hun lichaam uh, wat zij wensen. Dus die, dat, dat is al nu het geval. Als wij onszelf in België vergelijken met echt vrije landen, de landen van de Angelsaksische Saksische wereld, dan zijn wij... Uh, ja... Zo'n vreselijk onvrij land. Hè. Uh, ik probeer uit te leggen aan, aan, aan vrienden en aan journalisten uit de Anglo-Saxische wereld dat wij hier een nationale discussie hebben over wat vrouwen op hun hoofd mogen dragen. En die begrijpen dat niet. Die begrijpen dat niet. Uh, uh, die, ze vallen bijna van hun stoel. Hoezo? Dat is toch primitief? Dat, is toch die, die, dat, dat stadium zijn we toch al lang voorbij. Iedereen draagt gewoon wat hij wil. Dat, dat is toch niet de zaak van de staat? Dus het is geen kwestie van. Uh, van een, een, een toekomstige dystopie. Ik denk dat we nu al uh, grote, veel te grote beperkingen hebben op de, de vrijheid van mensen. Vind je dan niet dat een staat toch ergens het recht heeft om te zeggen: van kijk, ik neem het voorbeeld dat je, dat je geeft van uh, zonnebank, of neem nu het voorbeeld van uh, het roken van tabak, van allemaal goed en wel, dat zijn individuele vrijheden, maar we gaan als maatschappij daar ook de gevolgen van dragen wanneer je ziek wordt, want dan moeten we wel met de maatschappij gaan, gaan optreden om die ziektes te gaan behandelen. Dus vind je dat een maatschappij, Echt niet het recht heeft om, om toch ook op te komen voor uh, algemene belangen? Ah, maar, wacht even, er, er is al een oplossing voor. Het is de oplossing die wordt toegepast op alcohol en op tabak, namelijk de accijns. Accijns zijn er om te compenseren, financieel te compenseren voor de grotere last die tabakgebruikers of alcoholgebruikers uh, gemiddeld zullen betekenen voor de sociale zekerheid. Voilà, daar, daar hoef je helemaal niks voor te verbieden. En, uh, en uh, de geschiedenis leert ons dat maatschappijen die in naam van het algemeen belang uh, uh, de mensen in individuele vrijheid gaan beperken, uh, zelden uh, op een uh, goede manier eindigen. Hè. Uh, er is een heel mooie passage uit uh, het werk van Michael Oakeshott, de grote Anglo-Saxische conservatieve filosoof, die zegt: er zijn eigenlijk. Hij had het, ik denk dat het in de jaren dertig is geschreven en hij had het over de ideologie van Europa. En hij zegt het grote twistpunt, en ik denk dat dat nog steeds het geval is. Het grote twistpunt in de Europese politiek is tussen mensen die hun medeburgers beschouwen als raden in een grote machine voor de verwezenlijking van een of ander doel. Het zij de zuivere natie, het zij de gelijke samenleving, weet ik veel. Uh, en mensen, en, en dan noemt hij katholieken en liberalen, die, um, die het hele idee van een of ander doel van de samenleving, een richting van de samenleving, beschouwen als immoreel, omdat het uh, individuele mensen ziet als. Uh, Instrumenten voor de verwezenlijking van een doel. En, en hij zegt: er zijn mensen die dat immoreel en achterlijk vinden. En ik ben daar één uh, van. Ik, ik denk niet dat de, de maatschappij het doel moet hebben om iedereen gezond te maken. Dat is, ik, het, het hele idee van, een, van het doel van een maatschappij vind ik een van de meest achterlijke ideeën die, uh, die, die kunnen bestaan. Je krijgt natuurlijk ook soms het verwijt naar, naar jou persoonlijk toe. En ik denk dat uh, persoonlijke verwijten natuurlijk in discussies altijd heel spijtig zijn. Maar je krijgt persoonlijk uh, wel natuurlijk het verwijt dat je handelt vanuit je, vanuit je religieuze achtergrond. Van, is het jouw bedoeling om uh, met de, de hervormingen die je voor ogen hebt. om onze maatschappij te veranderen en er uh, meer een maatschappij van te maken die uh, naar, naar de hand staat. Van, van jouw religie, of, uh, of anders is gesteld? Engeland, dan... Staat Engeland meer naar de hand van mijn religie? Nee. Engeland is gewoon een vrij land waar iedereen kiest hoe dat hij leeft. Ik wil niet dat iedereen zoals ik leef. Ja, ja, het zou mooi zijn mocht iedereen leven zoals ik, maar dat is niet mijn doel of zo. Ik heb er uh, totaal niks op tegen dat mensen uh, alcohol drinken of, uh, of, ja, of zich op uh, manieren vermaken die ik persoonlijk niet, uh, niet, niet moreel vind. Maar uh, ik. Ik uh, protesteer zeer sterk tegen beperkingen op mijn vrijheid. Niemand heeft zich te bemoeien met de keuzes die ik maak. Hoe ouderwets men ze ook vindt, hoe achterlijk men ze ook vindt. Dat is, dat is allemaal heel goed. Maar uh, dat, dus, dat heeft niks te maken met mijn manier van leven verspreiden. Het heeft te maken met het creëren van een maatschappij waarin iedereen vrij is. Het leven zoals hij wil. En als ik echt de maatschappij... Uh, uh, volgens mijn regels zou willen opstaan, of, of hoe je het ook wil, wil noemen, dan zou ik toch niet opkomen voor de rechten van, van LHBT-minderheden in, in het Midden-Oosten of in, in Oost-Europa en zo verder. Ik bedoel, het is geweten dat vanuit religieus oogpunt natuurlijk de actieve, actie, seksueel actieve LHBT'ers, ja, in zekere zin de... de Voorschriften van de meeste religies schenden, maar dat, dat is compleet irrelevant. Dat, wat ze wel of niet kiezen te schenden, is hun zaak en, en het is niet de zaak van de staat. Dus ik ben tegen elke, ik ben tegen elke vorm van staatsbemoeienis in mensen, in het private leven, of het nu overeenkomt met mijn wereldbeeld of niet. Ik denk dat dat duidelijk is. Uh, beste Oman, dank je wel dat je dit allemaal hebt willen toelichten. Daar uh, is heel wat uh, meer duidelijkheid uh, geschapen omtrent uh, jouw mening. En ik denk uh, dat heel veel mensen wel uh, zullen opkijken nu ze hier meer over gehoord hebben. Bedankt uh, dat je hebt willen deelnemen aan deze podcast. Bedankt voor de uitnodiging. En u beste luisteraar, bedankt dat u aanwezig was. Luister zeker ook naar onze andere podcasts. Als u geniet van onze podcast, denk er misschien dan ook eens even aan om ons te steunen en vriend te worden van Doorbraak. Daarmee kunnen wij toch de middelen samenrapen om hiermee blijven door te gaan. We nodigen u uit om zeker ook bij onze volgende podcast opnieuw aan te sluiten en te luisteren. En zeggen dan ook heel graag tot dan, dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.